Rift Valley Fever virus is een virus dat epidemieën kan veroorzaken waarbij miljoenen dieren en tienduizenden mensen worden geïnfecteerd. Op dit moment is er een uitbraak in Afrika waarbij al duizenden dieren zijn geïnfecteerd en al tientallen mensen aan de ziekte zijn overleden. Rift Valley Fever virus is een mugoverdraagbaar virus dat ernstige epidemieën onder herkauwers en de mens kan veroorzaken. Schapen zijn het meest vatbaar voor het virus. Infectie van pasgeboren lammeren resulteert in sterfte en infectie van drachtige dieren resulteert in abortus. Mensen kunnen geïnfecteerd raken via de beet van een geïnfecteerde mug of via contact met dierlijke weefsels, met name tijdens de slacht. Infecties van de mens resulteren in milde griepachtige symptomen. Een klein percentage van geïnfecteerde mensen ontwikkelt echte complicaties die fataal kunnen aflopen. Hoewel het virus op dit moment niet voorkomt in Nederland, heeft onderzoek bij Wageningen University Research aangetoond dat Nederlandse muggen het virus kunnen verspreiden. Het is daarom erg belangrijk dat we niet alleen het virus in Afrika bestrijden, maar dat we tevens voorbereid zijn op een toekomstige introductie in Nederland. Wageningen Bioveterinary Research kreeg opdracht van het ministerie van LNV om een vaccin te ontwikkelen. Na 6 jaar onderzoek is ons dat gelukt. Het vaccin bleek effectief in schapen, runderen en geiten en kon bovendien veilig worden toegepast tijdens de dracht. Op dit moment worden studies uitgevoerd om het vaccin in Europa te kunnen registreren. Wanneer het vaccin beschikbaar komt, zijn wij in staat om toekomstige uitbraken zowel in Afrika als in Europa effectief te bestrijden. De enorme impact die deze ziekte heeft op de veehouderij wordt daarmee verminderd. Tevens kunnen we door het vaccineren van dieren voorkomen dat het virus wordt overgedragen op de mens. Mijn naam is Jeroen Kortekaas, onderzoeker bij Wageningen University and Research.